Mijn droom is om een fruitbedrijf straks thuis te hebben. En om over 10 jaar toch eigenlijk wel een eigen bedrijf te hebben. Ik ben Ryan de Vree, ik ben 17 jaar en ik woon in Dodewaard. Ik hoop hier te ontdekken wat de passie is van deze fruitteler en wat zijn toekomst brengen mogen. Nou, ik ben Marco van Eck en ik heb een fruitbedrijf in het Gelderse Batenburg van 19 hectare. Hoofdzakelijk Elstar, wat Jonegold. Half 7 uur ben ik op de loods, spullen klaarzetten, 7:30 beginnen ze met plukken. Ja, dat gaat de hele dag door, aan afvoer, mensen corrigeren. Ik vind ondernemen mooi, is ook heel leuk, maar ik merk dat ik ook steeds meer passie krijg om dat laatste perfectie voor elkaar te gaan krijgen in die oogst, of in die teelt, zeg maar. Dat laatste stukje, dat laatste beetje kwaliteit, dat moet. Constant moet die lap omhoog voor mezelf. Mooi product, een mooi gezond product. Wat goed voor iedereen is en waar we de wereld mee kunnen voeden. En daarom ontdek ik voor mezelf dat ik dus meer tuinder begin te worden. Of fruitteler, hoe je net het noemen wil. Dan ondernemer. Ik vind het leuk om met drones te werken. Want ja, in de fruit kom je er ook steeds meer mee te maken dat je met drones kan werken. Bijvoorbeeld voor groei van een boom. Dat je een boom in balans kan brengen. Zodat je meer productie kan halen met het appels of peren. Als je het vak wil gaan leren, een goede opleiding, een goed stageadres. Maar vooral ontdek het in de wereld. Ik ben vooral appels fan. Ik hou niet zo van peren.